Goedenavond mensen. Een beetje laat vandaag, maar ja, ook in dit laat ik mij geen leventje. Heb ik zin in, dan ga ik vloggen, heb ik geen zin in, doe ik het niet. Maar ik doe het wel, want ik heb heel veel leuke reacties gehad. Je wat ik zelf ook, wat me ook wel een beetje aan het nadenken zit. Dus daar ben ik wel heel trots op eigenlijk. En gisteren hadden we het een beetje over de belasting. En nou wil ik dus een andere kant van... De mensen worden spiegel voorgehouden hoe dat het leven is en hoe dat het leven moet zijn en hoe dat je moet leven. En dan zou ik eens een stukje de achterkant van de spiegel laten zien, de andere kant. Dan beginnen we over de drugshandel. Ik heb in het verleden ook voor drugshandel vastgezeten en zo. Nou heb ik gisteren ook een filmpje gepost op mijn Facebook. Dat is iemand die vertelde in de televisieshow. Die komt uit de farmaceutische industrie, over antidepressie. Ik heb een jaar geleden heb ik al een stukje gepost over antidepressie. Dat 98% van de mensen die antidepressie voorgeschreven krijgt, het niet bij werk, juist averechts werkt. Als je weet in Nederland hoeveel mensen, ook jonge moeders, die antidepressie voorgeschreven krijgen. Als je dan hoort wat die mevrouw vertelt, dat antidepressie verslavender is als heroïne. Ik heb... Vrienden van mij, 40 jaar geleden, toen kwam de heroïne in Nederland. Toen wisten wij helemaal niet wat heroïne was. We rookten wel eens een jointje toen al. En toen wist helemaal niemand wat heroïne was. Toen was er één keer heroïne in Breda. Toen zijn uit mijn vriendengroep zijn best een paar mensen die geprobeerd hebben om heroïne te gaan roken. Die er ook verslaafd aan zijn geraakt. Die staan nu, 40 jaar later, staan ze nog op de Slingerweg. De Slingerweg, dat is een straat in Breda. Waar veel verslaafde mensen rondhangen, waar ook een verslavingscentrum is. Maar dat is 40 jaar later. En als die mevrouw dan vertelt dat het verslavender is als heroïne, dan moet je toch wel inzien wat voor legale drugs dat dit is. En dat, dat daar iets achter moet zitten dat men daar zo mee omgaat, dat men dat zo grootschalig opzet. Die mevrouw die vertelt ook bijvoorbeeld dat op jaarbasis 17.000 tot 20.000 mensen door die medicatie overlijden in Nederland. 17.000 tot 20.000. Dat is, als je ziet wat de farmaceutische industrie doet, men is een mensheid aan het creëren dat zo afhankelijk wordt van de farmaceutische industrie. En zo afhankelijk wordt die zo ver wegzakken. En ik kreeg van de week een berichtje van een volger. En die stuurde mij iets en die zei dat de rijken op die manier de kaft van het koor aan het scheiden zijn. Ja, dit valt zo op zijn plaats. Als je ziet men heeft het bij de rijke mensen, men vindt dat de wereld overbevolkend is. Dus we hebben te veel mensen op de wereld. Dus dan moet je de toekomst ook vanaf. En als je dan op een manier dat doet, door miljarden te verdienen op jaarbasis, onder het mom van... farmaceutische industrie, het helpen van mensen. En mensen zo ver naar beneden trapt, want die mensen zakken steeds verder weg. Nou, die moet mensen toch wel eens aan het denken zetten. En dat bedoel ik mee, de andere kant van die spiegel. Nou, mensen, ik vond het voor vandaag weer goed. Morgen ben ik er weer en ik probeer het iets vroeger te doen. Tot morgen.